Deze webles heeft twee onderwerpen, namelijk sterspectra en wat die ons vertellen over het gedrag van sterren en het Doppler-effect. We gaan kijken wat het is en wat het ons kan leveren aan informatie. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst nog een korte herhaling doen van uh, stof die al geweest is, namelijk hoe zat het ook alweer met fotonen? Fotonen kunnen uitgezonden worden en fotonen kunnen geabsorbeerd worden. Hoe zat het ook alweer? Het had allemaal te maken met de elektronen die rondjes draaien om een atoomkern heen. En wanneer een elektron van een aangeslagen baan terugvalt naar een lagere baan, of als laagste de grondtoestand, dan zendt het daarbij energie uit in de vorm van een foton. En elektronen kunnen ook fotonen absorberen. En de juiste fotonen worden dan geabsorbeerd. En die kunnen dan voor zorgen dat een elektron van een lagere. Baan naar een juist aan een hogere baan springt. En wat je dan heel snel eh, daarna ziet gebeuren, is dat het elektron ook weer snel terugvalt naar de grondtoestand en dan weer een foton uitzendt. Omdat alle elementen, alle atoomsoorten er, er anders uitzien, hè, de banen van de elektronen die liggen op andere afstanden van de atoomkern en de energieën die erbij horen zijn ook anders, zul je zien dat elk atoom zo zijn eigen golflengtes heeft waar het eh, fotonen absorbeert of juist uitzendt uh, en die golflengtes die vormen dus eigenlijk een soort vingerafdruk van de desbetreffende atoom er bestaan twee soorten spectra je kunt het hebben over een uh, emissiespectrum maar je hebt ook absorptiespectrum en uh, we gaan eerst even nog kijken hoe zat het ook weer met die twee soorten spectra wanneer je te maken hebt met een heel heet maar wel eilgas dan heb je daar uh, veel uh, elektronen in dat gas, die zich in een aangeslagen toestand bevinden. en die kunnen dan terugvallen naar de grondtoestand. en dan fotonen uitzenden. Dus een emissiespectrum. daarin zie je alle fotonen. die door het uh, ijle gas. door die atomen die erin zitten, worden uitgezonden. En zo'n spectrum. die ziet er dan ook uit als uh, een paar lijnen. in een, een verder zwart spectrum. Het tegenovergestelde eigenlijk. is een absorptiespectrum. En dan heb je juist te maken met een koud gas. En dat koude gas absorbeert dan juist opvallend licht. En je ook alleen maar die frequenties die ervoor kunnen zorgen dat de elektronen in dat gas naar een hogere baan kunnen springen. En wat je dan wel nodig hebt, is een lichtbron die een continu spectrum uitzendt. En dat li die lichtbron moet dan aan de andere kant staan van dat koude gas. Je moet dus eigenlijk door het gas naar die lichtbron kijken. En een ster is zo'n lichtbron. Een ster is zo compact. Dat het eigenlijk altijd een continu spectrum uitzendt. En uh, wat je ziet gebeuren als daar dus een koud gas voor bevindt tussen de lichtbron en de waarnemer, is dat je dan zwarte lijnen ziet ontstaan in dat uh, continu spectrum van de ster. En dat zegt dus iets over uh, de stoffen die zich uh, bevinden in die koude gaswolk. Hoe ziet dat nu uit bij de zon? Het spectrum van de zon: ja, dat. Lijkt heel erg, dat is eigenlijk gewoon een absorptiespectrum. Dus we hebben een continu uh, spectrum uitgezonden door uh, het oppervlak van de zon en daarin zie je zwarte lijnen. En die zwarte lijnen worden dus veroorzaakt door gassen die zich bevinden tussen de zon en uh, de waarnemer, wij dus, in. En dat kunnen dan zijn uh, stoffen, wolken, die zich bevinden. Uh, aan de randen van de zon, in het koude gedeelte, een soort atmosfeer van de zon. Maar het kan ook zijn eh, dat je kijkt naar eh, zwarte lijnen die ontstaan... door eh, stoffen die zich in, het, in de aardatmosfeer bevinden. Dus je moet er eventjes goed eh, op letten. Eh, maar eh, de meeste lijnen die je eh, ziet, daarvan kun je wel herleiden... dat het eh, te maken heeft met stoffen die op de zon te vinden zijn. En de eerste die dat doorhad was meneer Fraunhofer... En meneer Fraunhofer die had, uh, die kon zien dat uh, verschillende combinaties zwarte lijntjes in het uh, spectrum van onze zon heel mooi samenvielen met de emissiespectra van bekende elementen in het laboratorium, in een aards laboratorium. Dus hij kon eigenlijk al die zwarte lijnen koppelen aan bepaalde elementen. En daaruit kon de conclusie getrokken worden welke elementen zich bevinden in of toch wel in de nabijheid van de zon. En dat blijken dan elementen te zijn zoals bijvoorbeeld waterstof. Eén element is een hele mooie, want dat was een element die ze niet konden koppelen aan de op dat moment op aarde bekende elementen. En men heeft dat element dan ook genoemd naar de zon, naar helios, dat is helium gaan heten. En pas later heeft men in laboratoria op aarde het element ook echt kunnen isoleren en eigenlijk kunnen ontdekken. Maar het is dus voor het eerst gezien op de zon. Um, als je dat uh, op de zon kunt doen, dan kun je dat natuurlijk ook doen bij andere sterren. En ook dan kun je uh, leuke conclusies trekken, zoals je in het volgende plaatje kunt zien. Je ziet hier uh, zes verschillende spectra van zes verschillende sterren, uh, die uh, oplopen van uh, hele koele rode sterren tot hele warme witte sterren. En dan zie je dat afhankelijk van de temperatuur van de ster je andere stoffen zult vinden in de sterrenatmosfeer. En daar kun je dan natuurlijk over gaan speculeren. Hoe komt het dan dat je bijvoorbeeld wel ijzer kunt vinden in hele hete sterren, maar niet in sterren zoals onze zon. En hele hele koude sterren, dus in de buurt van de 3000 Kelvin. Daar kun je zelfs complexere moleculen terugvinden in de atmosfeer van die sterren. Dus uit zo'n ster spectrum kun je heel veel informatie halen over de opbouw van verschillende sterren. Een Tweede uh, interessant gegeven, uh, daarvan wil ik dit plaatje erbij halen. En het bovenste plaatje heb je eigenlijk net al gezien: dat waren de Fraunhoferlijnen in onze uh, zon. En het plaatje eronder is van een grote groep uh, sterren um, heel ver weg, maar op zich maakt dat niet eens zoveel uit. Maar als je even goed kijkt naar uh, die twee plaatjes, dan zul je wellicht wel iets opvallen. En wat je. Uh, Kunt uh, zien is dat uh, alle zwarte lijntjes in het onderste plaatje wat naar rechts verschoven lijken te zijn. En naar rechts, dat is de rode kant op. Rood licht heeft een kleinere frequentie dan blauw licht, dus je kunt eigenlijk concluderen dat alle frequenties van al die zwarte lijntjes in het onderste plaatje uh, kleiner zijn geworden. Je kunt dus ook eigenlijk net zo goed zeggen: de, de golflengte is groter geworden. Um, omdat het naar, uh, naar de rode kant is verschoven, hebben we hier uh, te maken met iets wat ze dan noemen roodverschuiving. En uh, interessant is om te kijken naar uh, hoe kan ik nou een verklaring zoeken van die roodverschuiving. En dat blijkt te kunnen met het Doppler-effect. En daar hebben we een modelletje voor. Om het Doppler-effect duidelijk te maken, ga ik gebruik maken van een model. En uh, hier zie je het model. En in het model heb je een bron die een signaal uitzendt met een bepaalde frequentie. Het kan een geluidssignaal zijn, maar het verhaal gaat ook op als het een lichtsignaal betreft. En wat ik in dit model kan doen, is het volgende: ik kan een microfoon in de buurt zetten en met de microfoon kan ik dan het signaal horen. En ik hoor de frequentie die uitgezonden wordt door de bron. En zoals je ook kunt zien in het model, eh, hoor ik een frequentie van 2 hertz en de bron zendt ook een frequentie van 2 hertz uit. Dus ik hoor precies hetzelfde als dat de bron uitzendt. Maar wat gaat er nu gebeuren als de bron beweegt? En ik ga daar de bron een snelheid geven. En de bron beweegt dan naar de microfoon toe, naar de waarnemer, dat zijn wij dan. En dan moet je eens gaan kijken wat er gebeurt met de frequentie die je hoort als de bron op je af komt. En wat je meteen daarna ook ziet gebeuren, want de bron passeert de microfoon, is wat er gebeurt als een bron van je af beweegt. Uh, Laten we eens dus even gaan kijken wat er gebeurt. Komt hij aan, je ziet dat de frequentie hoger wordt. Maar op het moment dat de bron ons gepasseerd is en van ons afbeweegt, wordt de frequentie lager. En dit effect heet het Doppler-effect. Even samenvattend: met het Doppler-effect uh, kun je dus uh, verklaren dat je soms een frequentieverschuiving ziet. En wanneer de frequenties lager worden, dan beweegt een voorwerp van je af. En als je het over geluid hebt, dan hoor je dus een lagere toon, maar dat geldt ook voor bronnen die licht uitzenden. En dan noemen we het een rood verschuiving. Krijgen we te maken met een blauwverschuiving, verschuiving, dan beweegt er juist een ster naar je toe. Een mooie toepassing hiervan is het volgende plaatje. Wat je in het plaatje ziet, is, zijn eigenlijk twee sterren die om elkaar heen draaien. En laten we nou zeggen dat het kleine sterretje uh, heel klein en donker is. En je ziet alleen het grote sterretje uh, in jouw telescoop. Dan zul je dus zien dat de Fraunhoferlijnen in het spectrum van die grote ster heen en weer verschuiven. En daaruit kun je dan de conclusie trekken dat uh, alhoewel je de ster misschien niet eens zo ziet bewegen. Dat die ster dus afwisselend uh, naar je toe en van je af beweegt. En uit dit... Plaat je uh, dit effect in het uh, sterspectrum, kun je dan al concluderen dat je te maken hebt met een, uh, iets wat dan heet een dubbelster. Je kunt zelfs uitrekenen wat de snelheid is uh, waarmee een voorwerp naar je toe of van je af beweegt. En je hebt dan uh, nodig uh, de golflengte van uh, het uitgezonden licht en de verschuiving van die golflengte op het moment dat het voorwerp naar je toe of van je af gaat uh, bewegen. Uh, deze formule is een uh, Benadering en geldt uh, voor de situaties dat je kijkt naar een voorwerp die uh, beweegt met een snelheid die veel kleiner is dan de snelheid van het licht. En wanneer je het te maken hebt met sterren, dan mag je dat uh, in de verreweg de meeste gevallen wel aannemen. Uh, nog een interessante gedachte is uh, de volgende: uh, meneer Hubble ontdekte uh, aan het begin van de 20 e eeuw, toen hij heel veel sterren ging bekijken en ook heel veel sterrenstelsels, dat uh, verrassend genoeg de meeste sterren die wij uh, zien. Uh, van ons af lijken te bewegen. En dat heeft hele interessante consequenties die helaas uh, buiten het onderwerp van uh, deze webles vallen. Maar daar zou je ze op kunnen zoeken als je uh, gaat googlen op de term Hubble. Samenvattend, wat hebben we vandaag gezien in deze webles? Uh, Sterspectra bevatten absorptielijnen. En deze absorptielijnen zeggen, kunnen ons heel veel informatie geven over de samenstelling van uh, sterren. En wanneer deze absorptielijnen verschoven zijn, dan kun je daaruit concluderen dat die ster beweegt, of naar je toe, of van je af. Hebben we te maken met een rood verschuiving, dan beweegt de ster van ons af. En hebben we te maken met een blauwe verschuiving, dan beweegt de ster naar ons toe.